heel vaak op mijn seminars, eigenlijk meestal op mijn seminars, als ik de vraag stel van wat is de nummer 1 reden waarom je hier bent bijvoorbeeld, of waarom je ondernemer bent geworden, 9 van de 10 keer is een van de eerste antwoorden vrijheid. Dus veel ondernemers die worden ondernemer omdat ze een bepaalde vrijheid willen genieten. Dus ze willen doen en laten wat ze zelf willen op momenten dat ze het zelf willen en waar ze zelf willen. En dat is natuurlijk fantastisch. Weet je, dat is ook een van de grote voordelen die ondernemerschap ons biedt. Echter, de meeste ondernemers zijn gewoon echt gevangen in hun eigen onderneming. En ze doen alles zelf, ze draaien geen goede winsten, ze hebben moeite om echt voortgang te boeken in hun business. Ze zijn reactief in plaats van proactief. Ze zijn aan het struggelen, ze hebben stress van hun eigen business. En daarnaast is de business ook nog een keer dusdanig opgezet dat op het moment dat er iets gebeurt of dat een ondernemer op vakantie wil of wat dan ook, dat de business dan afneemt. Dus de meeste ondernemers die hebben zichzelf niet vervangbaar gemaakt in hun onderneming. En dat is ook een van de grote redenen waarom ondernemers, het grootste gedeelte van de ondernemers, niet succesvol wordt. Beetje sneu, maar dat is wel de realiteit. En op het moment dat jij midden in je business zit en je doet alles zelf en je zit er echt midden in, je bent echt de bouwvakker in plaats van de architect, dan heb je geen helikopterview. Dus je kijkt gewoon echt overal zo tegenaan, je zit overal middenin in plaats van dat je van de bovenkant kan kijken wat zijn de juiste stappen van ons om te zetten in onze business. Dus heel veel ondernemers die willen hun business opbouwen op basis van vrijheid. Ze willen vrij zijn, ze willen niet voor iemand anders werken om vervolgens erachter te komen, of vaak niet eens erachter te komen, maar gewoon te accepteren dat de business volledig van hem of haar afhankelijk is. En dat is een hele slechte situatie eigenlijk om te creëren voor jezelf als ondernemer, want dan is de vrijheid ver te zoeken. In zo'n geval is vaak een baan hebben nog beter dan een ondernemer zijn, omdat bij een baan, dan kom je 's ochtends om 9 uur op kantoor, om 5 uur ga je weg en dan heb je de hele avond heb je vrijheid. Terwijl heel veel ondernemers die werken 16 uur per dag, 7 dagen per week en die draaien niet marges, die draaien niet voldoende winsten, zitten altijd midden in hun business, zijn altijd gestrest, altijd druk en hebben absoluut geen vrijheid, ook al denken ze van wel. Dus wat wil je als ondernemer zijn? En ik ben de laatste die een oordeel wil geven over mensen zeg maar, die dingen op bepaalde manieren doen. Alleen de realiteit is wel dat het gewoon echt best wel kloten is soms voor ondernemers om constant die stress en die druk te ervaren. En uiteindelijk moet je er in mijn optiek toch naartoe dat je echt naar die vrijheid toe kunt gaan. Dat betekent niet dat je, als je die vrijheid hebt, dat je dan gaat aanrommelen of aankutten. Dat is niet iets wat topondernemers doen. Die maken zichzelf vervangbaar in hun business, zodat ze meer dingen kunnen doen, betere dingen kunnen doen, de business groter kunnen maken, et cetera. Dus vrijheid, hoeveel vrijheid heb jij van je business? Hoe vervangbaar ben je in je business? Heb je mensen die dingen voor je kunnen doen? Heb je systemen die dingen voor jou kunnen doen? Groeit jouw business constant? En maak je beslissingen op basis van logica? Of maak je beslissingen op basis van emoties? En als je midden in je business zit, maak je vaak beslissingen op basis van emoties. En als je meer uitzoomt in je business, dan maak je veel meer beslissingen op basis van logica. Wat is logisch? Wat zijn de logische vervolgstappen om onze business nog groter te maken? En dat zijn vaak betere beslissingen dan dat je er middenin zit en dat je op basis van angst bepaalde beslissingen maakt. Want als er emoties komen kijken, daar zit vaak heel veel angst bij. Dus dat is eigenlijk de video voor vandaag. Vrijheid, heb jij het? Heb jij vrijheid in je onderneming? Of zit je midden in je onderneming? Is je onderneming 100% afhankelijk van jou? En op het moment dat jij onder de bus komt, is er dan een heel groot probleem in je onderneming? Of loopt je business gewoon lekker door? Succes!